Uh, maar Frank, er zijn ook nieuwe cijfers over bijbaantjes van scholieren. Dat is dan wel een plek waar je ervaring op kunt doen, hè? heb je bijbaantje. Nou, de cijfers uh, daarover vanochtend beschreven in de Telegraaf. Het zijn CBS-cijfers en die laten zien dat twee derde van de scholieren van 15 jaar of ouder, die hebben een bijbaan. Het gaat om gemiddeld... Elf uur per week. En uh, wat doen die jongeren nou het liefst? Uh, vakken vullen. De supermarkten zijn de plekken waar uh, scholieren het meest hun centen zien verdienen. Op de voet gevolgd door de horeca in uh, de bediening of de keuken. En dan zien we nog dit soort bijbaantjes. Natuurlijke krantenwijken of bezorgservices. De avonduren die blijken populairder dan de weekenden. Waar de zaterdag dan weer meer in trek is dan de zondag. En wat verder nog opvalt. MBO'ers werken aanzienlijk meer dan scholieren in het voortgezet onderwijs. Die scholieren in het voortgezet onderwijs, dus 11 uur. En bij 23 uur gemiddeld per week. Hoe zit dat bij jouw scholieren? Hebben ze veel bijbanen? Jawel, jawel, jawel. jawel. Maar daarnaast, is, ik herinner me ook nog een onderzoek dat bijvoorbeeld bij universitair studenten en HBO'ers. dat er nergens zoveel gewerkt wordt als in Nederland. Dus als in je je vergelijking, dan, je vergelijking met landen. buitenland. Dus als je dus kijkt naar dat geheel. dat betekent dat er wel heel veel aandacht is voor uh, korte termijn welvaart. en wat minder voor de investeringen in jezelf. Want zeg je dan dus dat is niet goed? Of, ja, ja, ik want vind je vind doet alsof, er ook wel ervaring weer wie mee. Wie ben om, ik om te, ja, Tuurlijk, ook, ook als je werkt leer je wat, maar uh, je leert niet zoveel van wereldliteratuur of van wiskunde of van iets anders. En ja. je kunt ook niet alles tegelijk. Dus als jongeren steeds meer werken, omdat ze graag luxe willen en le leuke dingen willen doen, dat, ik verwijt niemand iets, maar het betekent wel dat je daardoor dus minder investeert in uh, je intellectuele ontwikkeling. Ja. Dat is nou helemaal zo. En van studenten in het hoger onderwijs sta ik daar echt van te kijken. Want tegelijkertijd zie je ook dat er heel veel er zijn meer burn-outs dan, uh, dan ooit. Ik denk ja, als je alles tegelijk wil en op vakantie en dingen geld wil verdienen en ook een goede baan en je ook ontwikkelen, ja, niet alles kan, weet je. Ik bedoel, je, je moet wel een keuze maken en daar ook bewust achter staan. En het lijkt wel alsof het mensen ja, en een er beetje er zijn. Overkomt. Ook studenten die, die gewoon weg echt geld moeten verdienen. Dus, ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk, best, dat is natuurlijk een, een andere kwestie. Van het, ja. je, de, 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 het is allemaal heel ingewikkeld, maar um, als je wil dat mensen zich ontwikkelen, dan is dat een investering. Mm -hmm. En een investering betekent een offer. En niet alles kan.